Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardenplaatveen. Vandaag is het een iets andere setting. Ik zit vandaag namelijk achter mijn bureau, maar ik ga straks wel naar de stal. En ik wil vandaag een video opnemen die ik eigenlijk vorige week al had willen opnemen, want toen was het 2 januari. Maar Parino was jarig en ik wilde daar gewoon een video over opnemen, dus dat heb ik toen gedaan. In deze video ga ik iets doen met goede voornemens voor het nieuwe jaar. Het is natuurlijk pas net het nieuwe jaar. En met paarden. En ik ga het zo doen dat mijn paarden mijn goede voornemens voor 2019 moeten uitkiezen. En dan speciaal mijn paarden goede voornemens. Ik denk dat dit wel eens heel grappig kan worden. Laten we beginnen. Oké, ik zit dus achter mijn bureau. Dit is mijn bureau en hij ligt nu heel vol. Want ik heb donderdag examen en dan moet ik dit allemaal kennen. Dit is echt een heel dik boek. Allemaal papieren, dat soort dingen. Wisten jullie dat ik trouwens een bril heb? Zal ik het eens laten zien? Wacht. Ik heb dus een bril. En ik heb eigenlijk al een aantal jaar een bril. Maar alleen als ik lang achter de computer moet zitten. Hij is ook niet zo sterk of zo. En nu heb ik deze sinds kort. En dit is dus een bril voor sowieso voor achter de computer. Maar ook tegen overprikkeling van licht. En tegen als je veel achter een scherm zit. Dus veel achter de computer of achter je telefoon. En hier zit, als ik hem op een bepaalde manier hou, dan kun je het misschien een beetje zien. Ja, zo denk ik. Er zit een blue light filter in. Dus als je heel goed kijkt, dan zie je dat die glazen een beetje gelig zijn. En dat beschermt je ogen dus tegen het blauwe licht wat uit je schermen straalt. Kijk, oh, het is, als ik mijn haar zo omhoog heb en in de staart, dan vind ik het altijd nooit zo heel erg leuk. Maar het is gewoon een brilletje. Oké, ik heb hier 2 lijstjes gemaakt. Hier en hier. Met goede voornemens voor mij die over paarden gaan. Bijvoorbeeld, ik moet vaker de hoeven uitkrabben als de paarden uit de stal komen. Dus dat je ze in de stal uitkrapt en ze dan pas meeneemt uit de stal, zodat het gangpad niet vies wordt. Ik moet een droogrek bouwen voor de beemschermers en de dekjes. Ik moet mijn kastje vaker opruimen. Ik moet mijn witte rijbroek in de was doen. Direct nadat ik heb gereden. En hem geen week laten liggen, want dan gaat de viezigheid er niet meer uit. Nou, dat zijn allemaal goede voornemens. Ik heb er 10. En ik heb ook goede voornemens voor onze paarden opgeschreven. Waaronder, deze is voor Halloween, niet in mijn neus bijten. Deze is ook voor Halloween. Geen scheten in mijn gezicht laten. Niet meer mijn hoefijzers uittrekken. Halloween, niet doen. En wat heb ik nog meer? Wacht even hoor. Oh ja, ik heb ook even voor O'Lilly. Op je gewicht letten. Want O'Lilly is vaak te zwaar. Wat heb ik nog? Ik heb er nog een heleboel. En wat ik eigenlijk wil doen, is dat ik de paarden laat kiezen welke goede voornemens, welke 5 van de 10 goede voornemens ik dit jaar moet nakomen. En dan wil ik kiezen welke 5 goede voornemens onze paarden dit jaar moeten nakomen. Oh boy. Wat nou als ze echt hele stomme dingen kiezen? Dat maakt niet uit, want het zijn wel allemaal goede dingen. Het zijn allemaal goede dingen die ik moet doen en die ook goed zijn voor al onze paarden. Wat ik ga doen, ik ga dit hele lijstje meenemen naar de stal. En dan ga ik het op van die kleine papiertjes schrijven. En dan ga ik kijken of Parino of zo kan kiezen of Halloween. Ik moet nog heel even kijken. Ik ga in ieder geval nu naar de stal en dan ga ik ze laten kiezen. Oké, ik heb het even iets anders gedaan. Ik heb elk goede voornemen genummerd. En dan heb ik hier op deze briefjes heb ik de nummers 1 tot en met 10 gezet. En dan kan ik ze een briefje laten trekken met een nummertje. En het nummertje wat erop staat hoort dan bij het goede voornemen op het lijstje. Dan is het net even wat sneller voor mij. En ik zat te bedenken, als ik ze laat kiezen met iets van voer en ze maken per ongeluk dat papiertje nat of vies, of ze bijten er per ongeluk een stukje af of zo, dan kan ik misschien een deel van de zin niet meer lezen of zo. Dus als ik dan zo'n cijfertje in het midden doe, dan hoop ik dat te kunnen voorkomen. Dit was een kaars, maar die is nu op. Het is gewoon blik. En dit gaat allemaal hier zo in het blik. Oké, ik ben op weg naar de stal. Ik heb mijn blik. Ik heb mijn lijst. I'm ready. Ik zat trouwens wel net te bedenken, als ik een paard wil uitkiezen die voor mij mijn goede voornemens moet kiezen, dan wordt het nu een beetje moeilijk, want er staan er echt heel veel buiten. Dus ik hoop dat er nog
één over is gebleven in de stal, die dat voor mij kan doen. Want dat is wel een beetje een probleem. Wij hebben ineens heel veel paarden op stal. Zoveel dat we een extra... Vorig zomer hebben we daar die box met dat groen, helemaal rechts. Die hebben we vorig zomer moeten bouwen, omdat we toen ineens een staltekort hadden. En nu dreigt dus dat we weer een staltekort hebben, omdat er nu ineens zoveel paarden zijn. Willen jullie een updated paardenvoorstelvideo? Want er zijn echt heel veel nieuwe. Laat het me weten en dan kan ik hem voor jullie opnemen ook. Ik zie dat Halloween buiten staat. Daar. Ik zie ook dat hij heel vies is. Ik zie ook dat hij net gerold heeft en dat nu zijn kont bloot is. Hallo. Hallo. Je hoofd is vies. Je hoofd is vies. Ja, ga eens aan de kant. Aan de kant. Doe je neus aan de kant. Doe je neus aan de kant. Ja, dat is een dekje. Ja, dat is een dekje. Moet je kijken. Eén van jou ook nog wel. Nou, kom eens even. Ga eens aan de kant. Kijk, dit dacht ik al. Hij is zo opdringerig. Ga eens aan de kant. Aan de kant. Goed zo. Oké. Nou, het dekje ligt op de grond. Even mijn potje met briefjes pakken. En dan kunnen we weer. Kijk, hij is zo. Een briefje. En nog een briefje. Doen we hier en hier. Ondertussen, dat kun je niet zien. Mijn Halloween zit ondertussen in mijn nek te hijgen. Kijk, en dan pakken we even. Doe je neus aan de kant. Doe je neus aan de kant. Hallo, niet de camera opeten, alsjeblieft. 1, 2. Kijk eens daar. Kijk maar, daar. Goed zo. Nee. Halloween eet ook de briefjes op. Oké, Halloween wil dus ook de briefjes opeten, maar dat is niet de bedoeling. En nu is dit briefje dus... Oh, Halloween, nu is dit... Ah, nou is de camera weer niet in beeld en er zit iets vies weer op de lens of zo. Ik weet het niet. Hallo camera, focus alsjeblieft. Nee. Oké, dit was Halloween zijn eerste briefje. Deze wordt het niet. Nou, dan gaan we nog eventjes een rondje. Doen we weer twee briefjes. Deze. En deze, zo. En dan leg ik de snoepjes even wat verder weg. Kijk eens. Goed zo! Oké, dit is hem. En deze wordt het niet. Deze wordt het niet. Wordt hier. Deze wordt het wel. Hier, ik doe ze een beetje achter het dekje, dat hij ze niet ziet. Niet opeten, niet opeten! Oké, twee snoepjes. Hier en hier. Oh, weer die. Oké. Deze wordt het. Dit is de stapel goed en dit is de stapel niet goed. Nog een keer. Twee briefjes. Hier en hier. En twee snoepjes. Waarom pakt hij elke keer die? Oké. Deze wordt het. En deze wordt het niet. En de laatste twee briefjes. Dan is het potje leeg. Hier en hier. 1, 2. Oh, hij pakt ze nu allebei. Oh. Welke had hij eerder? Volgens mij had hij die weer eerder. Of was die? Wacht, laat ik het nog even een keer doen. Om het zeker te weten. Jawel, het is wel deze. Oké, deze is goed. En deze heeft hij niet gekozen. Oké, gaan we kijken wat er op deze briefje staat. Halloween staat daar. Hij staat nog. Wacht, kan je zijn hoofd zien? Ja, daar. Kijk. Oké, hij heeft dus de briefjes uitgekozen, die liggen hier. Ze zijn dus wel een beetje verfromfraaid. Dat had ik dus wel gedacht, dat zou gaan gebeuren. Ik ga ze openmaken en dan ga ik hier kijken welke het zijn. De eerste is nummer 9. Mijn witte rijbroek in de was doen. En dus direct nadat ik heb gereden, nadat ik thuis kom van wedstrijd. Dit is een hele goeie. Oké. 4. De binnenvoering van mijn cap vaker wassen. Dit moet echt. Ik heb zo'n cap waarvan je de binnenvoering eruit kan halen. Dan kan je die in de wasmachine doen. Ik doe dat veel te weinig. Dit is echt een hele goeie. 6. Mijn kastje netjes houden. Oké, dit vind ik een iets minder makkelijke. Ik vind die minder makkelijk, omdat we nu dus zoveel paarden hebben, dat wij ons kastje, mijn moeder en ik, allebei hebben moeten afstaan aan iemand anders. En wij hebben dus nu geen kastje meer. Dus onze spullen, die liggen nu even tijdelijk in de kantine. Maar het is echt niet ideaal. En er moet dus een nieuw kastje komen. En
Oké, als er een nieuw kastje komt, zal ik er ook een video van maken. En ik zal... Ik moet eigenlijk gewoon elke dag een foto maken van hoe het eruit ziet. Ik vind het zo stom. Maar het is wel goed, ik moet het wel doen. Nummer 3. Een droogrek bouwen. Dit is een hele goeie. Dit ga ik met mijn vader doen en dan ga ik er ook een video over maken. Daar, ik heb het nu gezegd. Als ik het niet doe dit jaar, jongens, dan moeten jullie allemaal commenten en allemaal zeggen dat ik stom ben, want ik moet dit doen. En de laatste. Nummer 2. Parino vaker borstelen. En dan bedoel ik vaker dan 1 keer per dag, want Parino verhaart heel erg. Parino heeft Cushing's of PPID, dat is hetzelfde. Dat is een ouderdomsziekte bij paarden en daardoor krijgen ze onder andere heel veel haar, dus ook heel veel wintervacht. En daardoor verharen ze ook super erg. En het is beter voor Parino als ik hem al 2 of 3 keer per dag borstel dan gewoon 1 keer. Dat is eigenlijk gewoon het beste. Dus ja, dat ga ik doen. Het is ook wel een hele goeie. Oké, dan is het nu tijd voor de goede voornemens die ik ga kiezen voor onze paarden. En ik ga niet met snoepjes kiezen of dergelijks. Ik ga gewoon de briefjes hier uitpakken. Eerste briefje. Nummer 1. Geen scheten in mijn gezicht laten. Dit vind ik wel een hele goede. Nummer 8. Oh. Me vergeven als ik per ongeluk iets verkeerd doe. Want dat doe ik ook bij jou. Nou. Ook wel een mooie. Nummer 2. Niet in mijn neus bijten. Dit is een voornemen voor Halloween. Die bijt namelijk altijd in mijn neus. Dus niet meer in mijn neus bijten. Nummer 5. Stoppen met het slopen van onderdelen. Dit is toepasbaar op elk paard hier bij ons op stal. Slopen van onderdelen gaat van touwtjes tot halsters, tot dekens, tot beenbeschermers, tot van alles en nog wat. Dus graag wat minder slopen van onderdelen, want we moeten dat ook weer opnieuw kopen. En dat kost zeg maar weer heel veel geld en zoveel moeite. Dus als jullie nou allemaal even willen stoppen met het slopen van dingen, dan zou dat echt super fijn zijn. En de laatste. Nummer 10. Deze is ook voor Halloween. Niet meer mijn hoefijzers uittrekken. Halloween die gaat met zijn ene voet half op zijn andere voet staan. En dan trekt hij... Wacht even. Hij gaat met zijn ene voet half over zijn andere voet heen staan. En dan trekt hij zijn voet die er onderop zit, die trekt hij eronder uit. En dan trekt hij dus zo zijn hoefijzers uit. Niet meer doen. Dat is echt niet tof. Kijk ze nou onschuldig staan, allemaal. Ali, ik weet het. Er moet toch eten? Ja, er moet eten in je bak, ik weet het. Er moet eten in je bak, het komt eraan, echt waar. Ik zal nog even een paar snoepjes geven voor jou dan. Zo. Kijk eens, het winsnoepje. Hé, niet tegen de deur duwen. Niet tegen de deur duwen, het komt eraan. En ze horen dat het is net voer gebracht. En ze horen dat het voerkar wordt gevuld. Ze krijgen ook allemaal eten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben heel blij met mijn goede voornemens. En ik hoop dat paarden zich ook aan de goede voornemens gaan houden. Super bedankt voor het kijken. Als jullie een video willen zien, een nieuwe voorstelvideo van de paarden. En een video willen zien over het bouwen van dat droogrek. Hoe je dat zelf kan doen. Laat het dan weten in de comments, want dan ga ik ermee aan de slag. Super bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei!